Hoi, welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Marloes en dit is touwtje springen deel 2. Door touwtje te springen train je je hele lichaam. Je gebruikt je armen bij het roteren van het touw, je benen bij het springen en je buikspier om alles te stabiliseren. En wist je dat je per kilo lichaamsgewicht ongeveer 0,14 calorieën verbrandt per minuut springen? Dus even een voorbeeldje, weeg jij 70 kilo en spring je 10 minuten, dan verbrand je al ongeveer 100 calorieën. Natuurlijk kun je niet gelijk al uren touwtjes springen. Je moet klein beginnen. Dus de eerste week elke dag 5 minuten springen. Tweede week 7 minuten en zo bouw je steeds een beetje op. Je zult merken dat je conditie snel vooruit zal gaan en dat je ook vlotter kan touwtjes springen. Oké, genoeg gepraat. Laten we door de oefeningen heen gaan lopen. We beginnen bij de boxer skip. Dit is de oefening die je het langst vol kan houden omdat hij het minst intensief is. Dat komt omdat je constant beweegt van voet naar voet. En dat je dus niet tegelijk op beide voeten balanceert, laten we het zo noemen. Dus hoe het eruit ziet, ik heb links op de grond, rechts op de grond en dat wissel ik steeds af. Hierbij wil je wel opletten dat je je armen dicht bij je houdt. Dus dat je niet helemaal wijd gaat, maar hou ze lekker in de buurt. Voor de volgende oefening laat ik gelijk 3 variaties zijn. Het is een straddle beweging en daar bouw je op door. En ik begin eerst bij de makkelijkste, dat is de side straddle. Wat je doet is je springt naar buiten en naar binnen. En dit doe je terwijl je roteert met je touwtje. Dus dat ziet er als volgt uit, naar buiten, binnen. Dus het moment dat je net over je touwtje heen bent, dat is waar je naar buiten springt. Een variatie hiervan is de front straddle. Dus in plaats van opzij te springen, spring je naar voren. Dus deze beweging, alleen dan natuurlijk met je touwtje, die ziet er als volgt uit. Dus je springt naar voor en achter. Dan de laatste variant hiervan lijkt weer op de eerste beweging. We springen wijd, daarna kruisen we hem over, weer wijd en weer terug. Dus met touwtje ziet dat er als volgt uit, wijd, kruis. De laatste oefening voor vandaag is de skier. Nou, je kan hem al een beetje inbeelden. We gaan skiën. Dus we springen heen en weer. En natuurlijk met ons touwtje. Dus we gaan heen en weer. Terwijl we aan het touwtje springen zijn. De skier. Dus met 2 voeten tegelijk. Het is belangrijk om veel verschillende oefeningen uit te voeren, zodat je leert goed om te gaan met je touwtje. En je bent ook nog eens gevarieerd bezig tijdens je workout. Dus wat je kan doen is alles achter elkaar uitvoeren. Je begint met de boxer. Daarna naar de side straddle. Front straddle. Je kan natuurlijk cross doen. Of je gaat skiën. Als je alles lekker achter elkaar uitvoert, krijg je zo je hele workout binnen. Dat was hem voor vandaag. Vergeet natuurlijk niet te abonneren hieronder en een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jou de volgende keer weer.